welkom allemaal en leuk dat jullie kijken naar aflevering 7, volgens mij 7. Ja, het is aflevering 7, moest het weer even ophalen. In ieder geval, het gaat sowieso weer een leuke aflevering worden, want aan het eind van de vorige aflevering spinde ik een challenge, dus we mogen meteen een challenge uitzoeken. En ik spinde ook dat we een Belgische leenspeler mogen toevoegen, dus dat zijn twee dingen die we sowieso aan het begin van deze aflevering mogen gaan doen. Dus dat is meteen al super nice, maar daarnaast mogen we natuurlijk ook vet vaak aan het rad draaien, want elke 1000 likes is natuurlijk 1 gratis spinpunt waard. En we hebben de vorige aflevering 5700 likes gehad. Ronden we af, natuurlijk naar 6000 dan. En dan hebben we gewoon de 6 spinpunten verdiend. Nu al, dus meteen 6 keer spinnen. En we hebben al 2 leuke dingen die we kunnen gaan doen. Met andere woorden, dit gaat sowieso een leuke aflevering worden. En als jullie er zin in hebben, smash allemaal dat duimpje omhoog. Als we nu gewoon weer de 6000 likes kunnen halen, zou heel nice zijn. En abonneer natuurlijk, blijf je op de hoogte van al mijn FIFA en voetbalvideo's. Ja, dat is natuurlijk wel net zo leuk. En trouwens, even iets anders. Ik had laatst in een video gezegd, ik weet niet of jullie die hebben gezien, maar als je die hebt gezien, dan weet je het, dat ik misschien een PlayStation 4 ga weggeven. Ik geef hem weg. Ik had hem nog thuis liggen. Ik geef hem weg aan een van jullie. Volg me even op Instagram. Like mijn laatste post, dan zie je dat wel. En dan maak je automatisch kans. Dus check het. Giveaway is op mijn Instagram. Maar laten we nu maar in ieder geval gaan spinnen. Let's go! Dan ben ik benieuwd waar we mee gaan beginnen. We beginnen met 1 upgrade punt. Ik had er 7, dus dan heb ik er nu 8. Nou ja, weet je, het is beter iets dan helemaal niet. Volgende. En wat krijgen we nu? Een challenge? Oké. Hij lijkt net of die vast zit, het rad of zo. Nou, prima. Het is in ieder geval een challenge geworden. Misschien moet ik hem weer een keer insmeren, dat hij net iets soepeler ronddraait. Maar we hadden al een challenge, maar dan hebben we nu challenge 2 keer. Dus ik kan hem eventueel 2 wedstrijden gebruiken. Dus dat is op zich wel chill. Maar we mogen nog 4 keer spinnen. Wat krijgen we als volgende? 600 FIFA punten. Dan hebben we nu 900 FIFA punten. Dat is wel lekker hoor. Dus 3 keer. Wat krijgen we als volgende? We krijgen nu 3 upgrade punten. Dan hebben we er 11. Ik hoop echt dat er special packs in de store zijn. Dan kunnen we gewoon weer lekker wat packs openen. Maar nu, wat krijgen we nu? Volgens mij was dit de laatste spin. Denk ik trouwens niet helemaal zeker. We hebben nu nog 1 upgrade punt, dan hebben we de 12. Dat is altijd wel lastig. Als je 6 keer spint, soms raak ik een beetje de tel kwijt. Dan zit ik lekker te spinnen. Dan hou ik helemaal niet goed bij hoe vaak ik nou heb gespint. Maar volgens mij zitten we nu goed. En anders zien we de volgende aflevering wel. Dan ga ik het dan nog extra toevoegen of zo. Maar eerst nu de Belgische leenspeler die ik mag toevoegen. Heb ik net niet gespint. Maar aan het eind van de vorige aflevering dus wel. En deze comment ga ik uitvoeren. De Belgische leenspeler voor de volgende aflevering is Eden Hazard. Het lijkt zo dat je handen ziet. Mouse Army. En dat vind ik wel echt heel nice. Dus we gaan Eden Hazard voor een wedstrijdje gebruiken. Die is beast, jongen. Ik moet hem dan wel kopen. Ik heb hem helemaal niet in mijn club. Maar ja, dan gaan we dat maar even doen. Ik heb toch 2,8 miljoen coins. Dat is echt niet normaal. Maar Eden Hazard, ik denk dat hij wel prijzig is. Maar daar gaan we achterkomen. Oh, dat valt me mee. Volgens mij is hij een beetje rond de 100.000 coins. Ik had duurder verwacht. Sterker nog, hij is rond de 90.000 coins. 93.000 coins. Welke zal ik dan kopen? Ik doe deze wel. Dan is de snelheid en de schieten geboost. Dan hebben we nu wel echt een lijpe kaart erbij. Ik vind het nice. Eden Hazard mag ik dus voor 1 wedstrijdje gebruiken. Dus niet voor altijd. Maar voor nu is het maar even chill. Dan ga ik die toevoegen en dan ga ik ook meteen even de challenge opzoeken. Want ik mag natuurlijk ook een challenge doen. Niet voor 1 wedstrijd, nee gewoon voor 2 wedstrijden. Dus dat is ook chill. Nou, Eden Hazard is toegevoegd. Ik begin wel even met hem op de bank. Want als ik hem nu inzet, heeft hij vet weinig teamgeest. Ik denk dat ik hem beter eventjes gewoon meteen in het begin van de wedstrijd erin kan zetten. En dan kan ik misschien Promes naar het middenveld zetten. In ieder geval dan verwissel ik het een beetje. En dan ga ik op die manier spelen. Ik denk qua teamgeest is dat net iets beter. Maar ik heb ondertussen ook een challenge gevonden. Ik heb hier namelijk een challenge van Steven. Die zei dit. Score met RK en je mag zijn winter refresh halen. Bounce Army. Die comment had gewoon 200 likes. En RK, die winter refresh, is echt mega overpowered. Dus ik vind het een leuke challenge. En ik heb er gewoon 2 wedstrijden de tijd voor. Dus dit moet wel lukken, deze challenge. Dat kan haast niet anders. En mocht ik in de eerste wedstrijd al halen, deze challenge, dan mag ik gewoon voor de tweede wedstrijd een andere challenge uitzoeken. Dus op die manier gaan we het doen. Maar dit gaat sowieso nice worden. We gaan nog even kijken naar de packs. Of er toevallig nog special packs zijn die ik kan openen. Ja, ik heb 900 FIFA punten, dus... Oh, er zijn helemaal geen special packs. Wat is dit? Er is helemaal niks. Oké, nee, dan bewaar ik mijn FIFA punten. Want dan ga ik ze niet opmaken aan 7,5k packs. Dat is echt zonde. Maar wat ik trouwens wel kan doen... De Fisher Rifles. Mijn beloningen staan klaar. Dus die kunnen we sowieso openen. Wat gaan we doen?
Zullen we gewoon deze doen? Dan hebben we extra veel pakketten. Zijn ze wel non-tradable, maar dan hebben we extra kans op eventueel upgradepunten en dingen. Dus dat is wel leuk. Dan doen we het even op deze manier. En dan hebben we toch nog best wel wat packs. Dan hebben we volgens mij 4 van die Electrum... Oh, 2 megapacks en 2 top Electrum spelerspakketten. Dat zijn best wel veel packs. Dus ik verwacht dat we hier best wel upgradepunten uit gaan verdienen. Dat gaat wel echt nice worden. En ik hoop dat we in ieder geval 1 walkout krijgen. Nou, in het begin niet, maar we hebben nog wel wat meer packs, dus ik verwacht dat dat nog wel gaat gebeuren. En elke Nederlander en Belgische speler is natuurlijk ook wat waard. Ik zie alleen geen... Oh jawel, wel. 1 Belgische speler. Die is 2 upgradepunten waard, dus dan zitten we momenteel op 14. Nou, pakketje nummer 2 was weer helemaal niks. Nee, dit is niet al te best. Zie ik een Nederlander of een Belg? Nee, dat ook niet. Dus tot nu toe nog maar 2 upgradepunten verdiend met de packs. Maar die megapakketten zijn meestal net iets beter. In ieder geval dat idee heb ik. Ja, sowieso, want hier zitten geen zilveren items in. Dus dit zijn sowieso betere packs. En hopelijk krijgen we dan even een walkout nog in het laatste pakketje. Want in dit pakketje krijgen we ook niet extreem iets goed. Maar krijgen we wel een Nederlander of een Belg? Nee, ook niet. Man, oké, dan moet het in het laatste pakketje gebeuren. Oh, trouwens, dit is wel een border, want deze was 83 rated. En een border is ook 2 upgradepunten, dus daar hebben we hier nog wat mee verdiend. Toch nog iets verdiend. Maar dan wordt dit de laatste pack en dan ben ik benieuwd of we dan toch nog een walkout of iets echt goeds krijgen. Ja, ik acht de kans klein, want die vorige pack stelde echt helemaal niks voor. Maar je weet het natuurlijk maar nooit. Wat is dit? Dit is, dit is zo'n Champions League kaartje. Die kan nog wel eens 83 zijn, ook al... Ja, nee, dat is niet. Gamero. Soms zijn ze 83 en dan stoppen ze al wel daar. Dan is het, telt het niet als border of zo. Maar in ieder geval hebben we nog een Nederlander of een Belg. Nee, ook niet. Oké, dat is zonde. Daar hebben we wel iets verdiend, maar niet heel veel. Maar dan gaan we nu gewoon lekker een potje spelen. En hopelijk gaan we winnen. En hopelijk gaan we met AK scoren. Dat zou helemaal chill zijn als dat gaat lukken. Nou, oké. Ik heb zo'n idee dat ik dit wel zou kunnen winnen. What the fuck, man? Zijn team. Oké, misschien gaat hij ook meteen rage quit. Ik heb geen idee. Zou eigenlijk wel chill zijn, want dan verdien ik lekker wat upgrade of speelpunten mee. Maar dit is wel echt bizar. Die kerel die heeft echt gewoon 0 team race. Ik ben benieuwd of hij meteen gaat rage quitten. Maar dan gaan we achterkomen. Nou, ik heb zo'n idee dat hij nu een eigen goal gaat schieten. Dat doet hij ook. Oké, dit is inderdaad iemand die meteen gaat rage quitten. Ik tel het wel gewoon mee voor deze serie. Want dit is natuurlijk hartstikke chill. Ik doe deze wedstrijd in mijn serie en hij rage quit meteen. Ik tel het gewoon mee. Dan betekent dat dat we hebben gewonnen. Dat zijn 2 spinpunten. We hebben verder niet gescoord. Het was een eigen goal. Maar inderdaad. Ik duurde even het race quit van hem. Maar hij is uiteindelijk race quit. Maar race quit zijn 2 spinpunten en winnen zijn 2 spinpunten. Dus dat is wel echt nice. Dan hebben we nu gewoon 4 spinpunten verdiend. Zonder iets te doen. Trouwens, die leenspeler, die Belgische leenspeler Hazard, die mag ik de komende wedstrijd wel gebruiken. Want ik vind het wel echt onzin. Want ik heb hem nu niet... Oh ja, ik heb hem niet eens gebruikt. Want ik heb hem niet eens in mijn team gezet. Dus die telt niet. Een van de challenges is wel voorbij. Want ik had 2 wedstrijden in de challenge. Nou, dit was wedstrijd 1. Ook al is hij heel kort. Ik moet wel een beetje de regels volgen. Dus dan moeten we de volgende wedstrijd met Arkees komen. We hebben natuurlijk nog steeds een wedstrijd in tijd. Maar dan pak ik het rat er al weer bij. En dan mogen we weer 4 keer spinnen. Dit slaat echt helemaal nergens op. Dit is echt wel cool. Zo, let's go. Kom op. Wat wordt het? 3 upgrade punten. Dan hebben we er momenteel 19. En trouwens, ik had echt een nice comment over welke speler ik moest upgraden. Namelijk Olivier had dit achtergelaten in de comments. Upgrade Wijnaldum, Bozami. En dat is de volgende upgrade die ik ga doen. Ik ga zo meteen wel even uitrekenen hoeveel dat gaat kosten. Maar met 19 upgrade punten kom ik denk al heel dicht bij Wijnaldum. Maar daar gaan we zo meteen even naar kijken. Volgende spin. Wat krijgen we nu? 200 FIFA punten. Dan hebben we de 1100. Dit is wel nice. Mocht er de volgende aflevering een 50k pack in de store zijn, kunnen we die dus openen. En dit wordt de 1 na laatste spin. Als ik het goed heb. Ah, min 2. Nee, dit is wel een beetje fucked up. Dan hebben we de 17. En dan wordt dit de laatste. Wat krijgen we tot slot? Nou, dan hebben we die tweede van net weer erbij. Oké, prima. Dan hebben we toch nog 19 upgrade punten. Dan ga ik eventjes snel uitrekenen hoeveel punten ik nodig heb voor Wijnaldum. Want ik heb natuurlijk op dit moment zilveren spelers op het middenveld. Die wil ik natuurlijk upgraden. Ik denk Bazoer, die hou ik. Die vind ik wel echt chill. Ik denk dat ik van Overheem dan ga upgraden. Die is 74. Ik ga het even uitrekenen hoeveel dat dan kost. Oké, ik heb het uitgerekend. Zoals jullie zien in de tabel, tot en met 75 kost 1 punt. Dus van 74 naar 75 kost 1 punt. En Wijnaldum is dan 84. Dus van 75 naar 84, dat is dan vervolgens 9 keer 2 is 18. Dus in
totaal 19 upgrade punten wat ik moet uitgeven. En ik heb er momenteel precies 19. Hoe komt dat uit? Ja, dat is echt een toeval. Dus we kunnen bij Wijnaldum kopen. Ik zal trouwens even een contractje toepassen op Ake. Maar we kunnen bij Wijnaldum gewoon nu al toevoegen op het middenveld. Dit is echt heel chill. En als we dan zo meteen die winter refresh kunnen halen van Ake, dat zou helemaal chill zijn. Maar ik ga Wijnaldum even kopen. Ik vind Wijnaldum in het echt zo bies, jongen. Wat een pro is dat. Dus ik ben er echt blij mee dat ik hem nu kan toevoegen. Nou, en echt duur is hij ook niet. 3900 coins. Dat vind ik nou eens een goede investering. Want hij is echt overal goed in. Ja, hij is nergens super goed in. Ja, dribbelen 85. Maar het is vooral op het middenveld wel echt chill. Het is zo'n speler die alles wel kan. En op het middenveld is dat gewoon echt ideaal. Maar die special cards van Wijnaldum, die zijn helemaal ziek. Die wil ik ook sowieso een keertje gaan toevoegen. Maar ik ga van Overeem er dus uithalen. En dan gaan we hier Wijnaldum neerzetten. Zijn al mijn upgrade punten wel in één keer op. Dat is dan wel jammer. Maar ja, weet je, ik kan er wel mee leven. Dan gaan we hem gewoon ooit binnenkort gaan we natuurlijk weer upgrade punten erbij verdienen. En misschien als ik mijn challenge haal, hoef ik helemaal geen upgrade punten te hebben om een upgrade te doen. Want die AK wordt dan natuurlijk gratis. Maar let's go. Wedstrijdje nummer 2. Hopelijk gaat het net zo chill als wedstrijd nummer 1. Maar dat was echt zieke leuk. Ik denk niet dat dat nog een keer gaat gebeuren. Oké, we hebben nu gelukkig wel een tegenstander gevonden met een normaal team. En eigenlijk helemaal niet zo heel goed team. Hij heeft Rijkaard, zijn twee centraal verdedigers, die zijn goed. Daarop 1 is het eigenlijk niet eens zo heel goed. Dus eigenlijk zou ik dit wel moeten kunnen winnen. Ja, ik heb een aantal spelers die extreem goed zijn. En de rest van mijn team is best wel slecht. Want de helft van mijn team is nog wel zilver. Dus dat is wel een nadeel. Maar het is wel op zich eerlijk. Dus daar ben ik wel blij mee. Oh ja, trouwens meteen even Eden Hazard toevoegen. Als zo meteen de wedstrijd op pauze gaat, dan ga ik hem toevoegen. En elke goal met hem is ook een spinpunt waard. Dus hopelijk gaan we ook veel scoren met Eden Hazard. Oh nee, trouwens, ik zeg het verkeerd. Elke goal met hem is een upgrade punt waard. Geen spinpunt. Maar hier gaan we al. En de voorzet. Come on. Ja, het zal wel zijn geweest. Nou, ondertussen is de bal uit. Het heeft serieus gewoon 11 minuten geduurd. Maar we kunnen nu de wissel gaan doen. Ik ga dus Hazard erin zetten. En elke goal met hem is dus een upgrade punt waard. Ik ga het zo doen. Dan zet ik Hazard denk ik daar neer. En Cruijff een plekje naar achter. Ja, want dan is Bazoer, dat is wel een slechtere middenvelder. Dan doen we het op deze manier. Ben ik wel super aanvallend. Maar ja, maakt ook niet heel veel uit. Ik wil gewoon lekker veel goals maken. En Eden Hazard is natuurlijk wel chill. Dus elke goal met Hazard en met Cruijff is iets waard. Cruijff is een spinpunt, Hazard is een upgrade punt. Nou, tikkie door op Hazard. Oké, ja, ik kan nu niet echt zo veel met Hazard. Want deze die kan ik wel. Oké, ik ga gewoon schieten. Oh, dat zou wat zijn geweest. Oké, eerste kans met Hazard. Het is serieus de 36e minuut. Er is nog bijna geen kans geweest. Het is echt een best wel saaie wedstrijd. Maar misschien dat er nog wel verandering in gaat komen. Ik hoop het. Promes met de voorzet. Ja, het lijkt me sterk dat Hazard een kopduel gaat winnen. Maar je weet het nooit. We hebben nog wel de bal. Eden Hazard, is dat buitenspel? Is het buitenspel? Ik weet het niet. Die komt. Ah, shit, dit is buitenspel. Nee. Oh, dat was wel gewoon een goal met Eden Hazard. Ja, jammer dat hij nu niet meetelt alleen. Nou, het is dus een momenteel rust. Ja, je ziet het ook wel aan de kansen. Het is vrij saai deze wedstrijd. Boy, yo, dit is wel ernstig. Maar oh ja, trouwens, ik moet zo meteen even Ake in de spits inzetten. Want ik wil natuurlijk met Ake scoren. Ik ga meteen even op start drukken weer. Ik doe het meteen. Dan heb ik niet heel vaak meer om op start te drukken, maar het is niet anders. Ik ga, hoe zou ik dit gaan doen? Ik zal Wijnaldum dan centraal verdediger neerzetten. En dan doen we Ake in de spits. Oh, dit gaat zo raar worden om zo te gaan spelen. En wie is beter in verdedigen? Ja, Malen is net iets beter in verdedigen. Oh, dan kan ik beter Malen niet neerzetten. Oh, dit is zo fucked up. Ja, ik speel zo super aanvallend op dit moment. Maar ik moet en zal proberen te scoren met Ake. Want ik wil gewoon die winter refresh halen. Dus we doen het op deze manier. Als ik nu nog weet scoren met Ake. Jongen, ik word helemaal gek. Ik hoef maar één keer te scoren. Dat vind ik al voldoende. Als die maar met Ake is, die goal. Nee! Wat? Lol, ik dacht... Nou, dit is... Oh, shit, man. Volgens mij viel het wel mee. Ik had zelf in ieder geval niet het idee dat het een penalty was. Nou ja, blijkbaar wel, dan sta ik 1-0 achter. Maar ik ga gewoon lekker veel bewegen en lekker een beetje seinen. En dan blijf ik uiteindelijk in het midden staan. Vaak helpt dat. In ieder geval, dat idee heb ik altijd. En dat helpt nu ook. Oh joh, dat helpt zo vaak. Oké, nice, dan kom ik toch goed weg. Oh, gelukkig. Nou, Ake, paasje door. Ja, ik moet natuurlijk met Ake scoren. Dus we proberen het gewoon zo. En dan nu paasje terug naar Ake. Oh, ik had zo makkelijk kunnen scoren, maar ik wou met Ake scoren. Oh shit, man. Dat was echt
stomme nu. Oh, dat was echt een hoekkopbal. Ik had daar eigenlijk al 1-0 voor kunnen staan. Maar ja, oh, dat is het. Oh, Lloyd moet wel blijven opletten. Oh shit, ik vind het pruts alweer. Ik moet nu even iets meer geconcentreerd gaan spelen. Oké, daar gaat hij weer. Kom op. Oh, ik stapte helemaal verkeerd. En dit komt niet meer goed. Ah, shit. 1-0. Nou, dan is het nu tijd om ultra aanvallend te spelen. Kijken of ik nog terug kan komen. Oh, trouwens, volgens mij heeft hij wel wissels gedaan. Want die speler die heeft gescoord, stond er volgens mij vanaf het begin er niet in. Maar ja, maakt niet uit. Ik moet gewoon terugkomen. Dus ik ga gewoon alles op de avond spelen. Nou, hier, Ake. Nog een paasje naar Ake. Die bal die komt aan. Ah, shit. Hij kreeg net niet de ruimte om uit te halen. Dat zou wat zijn geweest. En nu is de wedstrijd voorbij. Ja, dit gaat niet meer goed komen. Want de extra tijd zit erop. Ja, en dan kan ik de bal nog naar voren doen, maar dat gebeurt niet eens. Oh, dit was echt een ramp, deze challenge. Omdat ik gewoon puur gefocust was op Ake, wou het gewoon niet. Oh, shit. Ik ben benieuwd naar de kansen. Het zal ongeveer gelijkwaardig zijn, denk ik. Ik ben benieuwd. Oh, hij had wel meer kansen. Oké. Dat waren duidelijke statistieken. Dus in dat opzicht heb ik wel terecht verloren. Maar ik was zo gefocust op Ake. En dat was eigenlijk helemaal niet goed voor de wedstrijd. Maar dat betekent dat we dus niks hebben verdiend nu. Oh, dit is echt zuur. Oh, man. Ja, gelukkig maakt die eerste wedstrijd het weer wat goed. Want daar heb ik natuurlijk heel makkelijk wat verdiend. Ik heb wel bij FUT Centrum iets vrijgespeeld. Zal dat een pack zijn? Als dit een pack is, dan mag ik die openen. Is het een pack? Oh, het is een coin boost. Nou, dat is niet echt heel nice. Ja, het is wel chill, maar daar heb ik zeg maar op dit moment helemaal niks aan. Maar dan was dit het voor deze aflevering. Ondanks dat ik de challenge niet heb gehad en niet met Hazard heb gescoord, wat ook fucked up is. Heb ik toch nog bijna handen kunnen toevoegen. Dus dat is wel chill. Maar laat even weten in de comments wat ik eventueel moet doen de volgende aflevering. Welke speler moet ik upgraden? Persoonlijk denk ik een verdediger. Maar als jullie denken, hey, je moet een andere speler upgraden. Dat mag natuurlijk ook. Ik laat het gewoon helemaal over aan jullie. Hazard die moet ik trouwens weer uit mijn team zetten. Want dat was een leenspeler. Ja, en dan moet ik deze er weer voor terugzetten. Ga ik niet echt van op vooruit. Want mijn bank is echt super shit. En dat kan natuurlijk ook. Als jullie zeggen, hey, je moet gewoon een speler op de bank upgraden. Dat kan ook. Want op zich kan ik wel een super sub gebruiken. Want dat is echt 10 keer niks wat ik momenteel op de bank heb staan. Maar dan bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk niet meer altijd een duimpje omhoog achter te laten. Als je dat op de een of andere manier nog niet hebt gedaan. Dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video. Dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En dan mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren. En dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Let's go!